Merel parken? Ja, dat loopt. Kut. Heb jij beschrijving? Signalement. Ja, ik zal even kijken. Ja, hij heeft wit-blauwe schoenen aan, blauw overal. Hij zal een wit sneak en iets van een blauwe muts. En hij zou rondlopen met een vuurwapen. Wat zeg je? Hij zou iets rondlopen met een vuurwapen. Oké, ja, nou. Duidelijk. Zullen we blauw hier al uitzetten? Is hierbij. Ja, laten we dat maar doen. Dat ziet er wel uit. Ja. Dat kan hij niet meer zien. Zet maar uit. Ja, blauw eraf. Top. Ja, hier kan. Hier is het park. Nou, clown moet niet te missen zijn in principe. Ah, oh, ik scan hem geen goed. Wat had hij gedaan? Mensen bedreigd met een vuurwapen? Ja, iets in die richting. Dat is hier links. Heeft ook iets aan zijn vrouw. Het was een man, hè? Ja, voor zover wij weten wel. Maar het kan er maar zo zijn. Zoeklicht. Ja, nieuwe B-klasse, ik weet niet wat dat knopje... Hier zo, hier zo, hier zo. Ja, dat is hem. Oké, top. Politie! Laat je handen zien! Op knieën zetten! Op knieën zetten, nu! Hey, op knieën! Armen spreiden! Op je knieën, inderdaad. Armen spreiden. Iedereen weg hier. Hey. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik ga je verboeien. Ja. Hey, laat me met... Mevrouw, weg daar. Iedereen weg hier. Kom op, mensen. Ik heb niks gedaan, man. Hey. Hey, op je knieën blijven zitten, er zijn wapens op je gericht. Heel goed. Ben bij deze aangehouden? Hey, waarom? Ik heb niks gedaan, man. Rechtman advocaat. Heeft u een advocaat? Nee, heb ik niet. Heeft u niet? Nou, dan wordt er eentje voor u geregeld. Het is ook het recht om te zwijgen. En als laat me met rust, man. Hey, luister eens wat mijn collega zegt. Hey, laat me met rust, man. Waarom zoveel? Moet ik het nog een keer zeggen? Is het duidelijk of niet? Hij is het duidelijk of niet? Nee. Heb je wapens bij? Ja. Wat heb je bij? Ik heb pistool. Ja, pistool. Denk je dat we daarom met zoveel man komen? Dat denk ik wel, hè? Hé, mijn pistool is net, man. Ja, dan nog. Welke kleur heeft hij? Welke kleur heeft hij? Gewoon, pistool zwart. Ja, zwart. Welke kleur heeft ons pistool? Ja, mijn is net, man. Ja, maar welke kleur heeft ons pistool? Ja, ook zwart. Ook zwart. Ook zwart. Je zegt het al. Wat zou je doen als je dat nepwapen op iemand richt? Wat krijg je dan? Ik zeg tegen jou, mijn is nep, man. Ja, maar dat weten die mensen toch niet? Weten wij toch ook niet? Zit er een oranje dopje op? Ja, man. Ja, dan hij nog. Is plastic, het is donker, hè? Ja, je ziet van... Ja, inderdaad, je ziet niet. Kom eens staan. Geen rare dingen doen. Waar zit dat wapen? Ja, hier, aan de zijkant. Ja, waar... Gewoon rustig blijven. Hier zo. Ik vind het echt niet normaal, jullie zijn met zoveel, man. Nou, wat denkt u dan als wij iemand hier met mogelijk vuurwapen zien rondlopen? Ja, wapen aangetroffen. Hé, hey, man, ik heb niks gedaan, man. Laat me met rust. Goed, ik zal het nog een keer zeggen, want ik geloof dat het net niet helemaal is binnengekomen. Je bent aangehouden, verboden wapenbezit. Je bent en bedreiging, wat er nog bij komt. Je bent niet tot ambt verplicht, je bent recht op een advocaat. Wil je daar gebruik van maken? Nee. Nee. Oké, goed. We gaan nu naar het bureau. Ik heb je al gefouilleerd, je hebt verder niks bij. Of ja, het wapentje bij. Op bureau ga je worden voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. En die gaat kijken of de aanhouding rechtmatig was. Ja? Nee, man, laat me gewoon gaan, man. Nee, ik ga het niet. Nee. Je gaat gewoon met ons mee. Mijn collega gaat je meenemen, we gaan naar boven. We zetten je in de auto. Ik pak even zo'n zakje voor dit wapen. Ja, ik heb hem hier neergelegd. Blijf er nog even bij staan. Hé, hey, Matty, laat me los, man. Hé, hey, grapje, niet aan me zitten, je weet toch. Ik heb niks gedaan, man, laat me los. Ja, nu weet ik het wel. Hey, laat me gewoon los, man, laat me naar huis. Nee, meneer, dat kan ik me jammer genoeg niet doen. Hé, hey, man, maar ik heb niks gedaan, man. Bel dat maar aan de hulpofficier. Heb je handschoen aan? Ja. Oké, doe hem nog maar in. Hé, hey, collega zit. Top. Hé, hey, man, laat me eruit. Zo, even... Jij die mee? Ja, kom maar.
Hallo, laat maar eruit. Hey, was hij alleen? Weet iemand dat? Ja, ik wil best wat het park nog afzoeken, maar ik moet met jou mee. Hé, hey, luister eens. Ik ben met de motor, je kan nog even een rondje rijden. Ja, is helemaal goed man. Hé, hey, luister eens, was jij alleen hier? Of had je nog iemand bij je? Hé, hey, nee man, ik was toch alleen man? Ja, dat weet ik toch niet? Hé, hey, laat me gewoon eruit. Ik nee, luister. Dat gaat sowieso niet gebeuren. Even rustig je. Laat me gewoon naar huis. Je was alleen, zeg je? Ja. Oké, okay, nou goed. Dat is het enige wat we aan je vragen. We gaan nu naar het politiebureau. Hé hey man, ik wil gewoon naar huis man. Ja, dat gaat niet gebeuren. Daar kunnen we nog uren over discussiëren. Ik ben aangehouden. Je hebt even niks te willen nu. Meneer, ik denk dat het best voor beide partijen is dat u zich wijst op het zwijgrecht. Collega's, doen jullie nog een rondje? Even snel? Yes. Ja, ja, goed. We nemen mee cellencomplex AB. No man, je gaat me gewoon naar huis brengen. Ga je niet naar huis brengen. We zijn ten eerste geen taxi. Ten tweede nogmaals, je bent aangehouden. Ik ga er nu verder niet meer op in. Nou, je wel zeggen met zo'n lichtbaar erbovenop toch? Ja. Mercedes, hè, standaard taxi. Ja, jammer dat we geen E-klas hebben gekregen. Hé, hey, meneer. Waar gaan we nu heen? Nou meneer, dat hebben we net al ongeveer iets van 6 keer verteld, maar we gaan naar het politiebureau. Maar meneer, ik heb niks gedaan. En dan gaat hij daar zo meteen, wordt hij nog een keer gefouilleerd. Hoe leuk u het ook vindt. Dan gaat hij in de cel, en dan komt de hulpofficier van justitie, en die komt een aanhouding toetsen. Helemaal goed. Zoveel mensen voor zoiets kleins, ik snap jullie niet. Zoiets kleins? Ja, inderdaad, zoiets wat kleins. Wat noemt u groot, mag ik vragen? Dit machtsvertoon wat jullie net deden, dat is groot. Ja, oké. Okay. Iedereen zijn mening zo, hè? Ik heb niet deze echt vuurwapen, man. Nee, maar dat... Nee, maar dat zien wij niet. Wat is je probleem, man, echt? Laat me gewoon lekker spelen. Nou, meneer, er zijn hele mooie airsoft ranges. Die hoogwaarschijnlijk in Limburg ergens. Daar kun je een airsoft wapen huren en dan kun je schieten wat je maar wil. Ik heb niet geschoten, meneer. Ik heb gewoon een beetje gezwaaid. Ja. Zwaar is al genoeg, hè? Dat is een verboden wapen. Hij is van plastic, meneer. Ja, maar dan nog is het verboden. Ik vind het niet leuk. Luister, vertel het verhaal allemaal tegen de hulpofficier van justitie. Zij dan al, als hij wel zegt van we mogen naar huis, dan gaat hij inderdaad vanavond of vannacht nog naar huis. Maar ik denk het niet, gezien de feiten. Het doet net of ik iemand doodgeschoten heb. Kijkt u toevallig het nieuws wel eens? Nee. Nee. Ik zou het dus doen, want dit soort zaken komen vaak genoeg op het nieuws inmiddels. Hé man, ik ben gewoon clown man. Ik moet heel leuke dingen doen. Ik ja, maar dit is, met een wapen is niet leuk, hè? Hé, die wapen is toch nep? Heb ik toch 3 keer gedaan? Ja, maar ik heb ook al inmiddels 20 keer verteld tot niemand dat kan zien dat het nep is. Als je voelt, je hebt toch in je hand gehad? Ja, maar ik... Luister. Naar wie heb je dat wapen gericht? Gezwaaid. Gewoon in de lucht, een beetje bij die mensen. In de lucht, bij die mensen, ja precies. En die mensen zien iemand met een wapen zwaaien, die hebben de wapen niet vast gehad. Die weten het dus niet. Het was nep man. Ja, maar goed, we zijn er gelukkig bijna. Als wij komen aanrijden, weten wij niet of dat nep is meneer. Ik was gereed om die trekker over te halen, dus... Zo zie je maar weer. Ja man, ik snap er helemaal niks van. Het hoeft ook niet. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan dan? Ik zou zeggen verstoring openbare orde, maar ja, mijn collega is hoger in rang, dus hij mag het zeggen. Ik ga hier niet meer op reageren. Hé hey man, dit is niet mijn huis man. Nee, vanaf nu wel. Haal jij hem eruit? Ja, komt helemaal goed. Voor wapens in de kluis bergen. Dan kan je een vrije cel hebben. Ik ga niet met jou meelopen, wat denk jij nou? Laat me los! Hey, zorg me ervoor los. Dat je meeloopt. Laat mij los! En anders ga ik je even helpen. Laat mij los! We gaan er geen problemen meer veroorzaken, hè? Je bent nog meer man. Laat mij los! Hey! Goed, ik ga eerst hier even tegen de muur aan zetten. Heb je nog, nogmaals, heb je nog iets bij je waar ik maar kan baseren? Yo, grap, je hebt net in mijn pak alles gezocht. Nee, dat is dezelfde schoon, 48 uur vrij, heb ik net opgekeken. Toppie, pakken we die. Heb je nog iets onder je hoed zitten? Helemaal niks. Al die hoedjes af. Ja, wel een mooie hoed trouwens. Ik zal even kijken. Die haal eraf. Heeft hij nog iets waarmee hij iets zou kunnen? Een riem of iets?
Dat denk ik, weet nou, niet wat... Ik zie niks, misschien is de schoenen nog wat veters. Dan halen we die ook eraf, schoenen uit. Ja, ik haal even wat slofjes op. Ja. Ik ga de schoenen even uitdoen, meneer. Of nee, het blijft van mij af. U gaat gewoon de schoenen uitdoen. Maar meneer, ik heb niks gedaan, heb ik nu al 20 keer gezegd. Ja, maar ik heb geloof ik al 20 keer gezegd dat u wel eens heeft gedaan. Ah, meneer man, laat me gewoon gaan. Nee. Sowieso niet aan mij. Ik heb je aangehouden. Huis, kijk eens meneer, 2 gratis witte slippertjes. Kijk eens. Oh, grappig. Pas wel bij de outfit. Kom schoenen uit, slippers aan, heel goed. Kom maar mee. Middelste cel. Oh. Ja, cel 2 dus. Yes. Goed meneer, ga je even losmaken. Dan mag je zich niet meer bewegen tot ik de cel heb, oké? Dat bepaalt u niet. Dat bepaal ik vanaf nu wel. Oké, prima. Oké, heel goed. Oké, helemaal goed man. Deur op slot. Yes. Ja. Zou jij, informeer jij even de OVJ? Yes. Oké, ik ga alles op papier zetten.